Ja, goeiedag. Welkom bij dit filmpje. Nou, zoals je ziet, doet nu de batterij het eventjes wel. Maar heel vaak na 10 seconden poetsen valt de batterij uit. Dus de batterij is eigenlijk aan vervanging toe. Op het moment dat je dan gaat zoeken op internet of de batterij te vervangen is, of dat je even een nieuw batterijtje kan kopen bij Oral-B, dan ziet u dus: kan ik de batterij van mijn elektrische tandenborstel van Oral-B IO vervangen? Nee, je kunt de batterij van uw elektrische tandenborstel Oral-B niet vervangen. De batterij zit in de elektronica van het handvat van de tandenborstel en het apparaat wordt vervolgens waterdicht afgesloten. Om deze redenen bieden we geen vervangende batterijen voor elektrische tandenborstels van Oral-B aan. Nou, volgens mij is dat een heel leuk verdienmodel. Want dan ga je vervolgens denken, ik ga een nieuwe kopen. En dan betaal je vervolgens 70 euro voor een hele nieuwe tandenborstel. Nou, dan gaan we toch eens even kijken of we die batterij wel kunnen vervangen. Even op de website gekeken of die batterij überhaupt te bestellen is. Die is te bestellen. Nou, dan ga je vervolgens kijken. Aan de onderkant zie je hier kleine inkepingen. 1, 2, 3. Kleine groefjes. En aan de oplader, aan de onderkant, daar zie je 2 of 3 puntjes die uitsteken. 3 randjes. Nou, daar kan je ze precies opzetten. Dus dat gaan we eventjes doen. Nou, dan is het eventjes zoeken hier. Hard aandrukken. En dan moet hij als het goed is open te draaien zijn. Nou, dat is niet zo heel eenvoudig zoals je ziet. Het kan natuurlijk ook zijn dat de verkeerde kant op draait. Even kijken. Kijk, met een nieuwe zou het waarschijnlijk veel makkelijker gaan. En hier is natuurlijk waarschijnlijk wat tandpasta tussen. Kijk, daar komt hij al. Nou, zoals je ziet, dan gaan we dit ringetje eraf halen. Hier zit nog een ringetje. Oké. Zo. Het veertje niet verliezen. Gaan we de batterij eruit wippen. Eigenlijk had hij eventjes eerst uitgemoeten. Hij staat nog aan. Dat is niet zo handig eigenlijk. Eens even kijken. Moet ik eigenlijk even een nagelknipper hebben. Maar met een nagelknipper gaat het meestal wel lukken. Eens even kijken of het met het stekkertje lukt. Een nagelknipper, als ik die bij de hand had gehad, is een heel scherp dingetje aan. Nou, daar hebben we de batterij. Gaan we een nieuwe batterij erin doen. Met de plusteken omhoog. Dan gaan we vervolgens weer terug doen in de hoes. Even kijken. Ja, dan gaan we het ringetje er weer op doen. Op die manier is hij waterdicht.
dan gaan we dit veertje gaan we hier ingooien. Ja, heel goed. Dan deze er weer op. Kijk eens aan. Nou, als hij echt niet losgaat of als hij echt niet vastgaat, dan kan je het ook altijd nog even met een nijptang of een bankschroef proberen. Nou, de nieuwe prijs van een batterijtje is ongeveer 6 euro, inclusief verzendkosten misschien 7, 8 euro, want dat kan door je brievenbus. Er zit nu een batterij in. Voilà. En dat scheelt op deze manier toch nou, zo'n 60 euro. Kijk eens aan. Een geheel nieuwe tandenborstel waar je weer jaren mee vooruit kan. Nou, ik zou zeggen, doe je voordeel ermee.